Goed, even wat evaluatieonderzoek. Dus nu ga ik even wat naar de wetenschappelijke vormen van evaluatieonderzoek van morele reflectie. Daarbij noem ik af en toe voorbeelden van moreel beraad of andere vormen. Er is in de, met name internationale literatuur, ik denk vooral Europa, is er al veel onderzoek gedaan naar morele reflectie. En je ziet hier verschillende vormen van onderzoek doen. Niet alle vormen van onderzoek doen is natuurlijk even belangrijk of even interessant, maar het is goed om ze te noemen. De registratie, het bijhouden van hoe vaak aan morele reflectie, moreel beraad, commissieethiek gedaan wordt. Een beetje een technische, misschien wat bureaucratische manier van evalueren. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een manier eigenlijk meer registreren. Evaluatie, ethiek support en moreel beraad als het gaat om wat vinden de deelnemers nu van dit moreel beraad. Let op, dan is dus het moreel beraad het onderwerp van de evaluatie. Hè? Dus wat vinden wij van het moreel beraad? Dan kijk je niet van wat gebeurt er daarna mee of wat is de praktijk verbeterd, maar wat vond je van deze sessie? Kun je op de processen evalueren als groep, hoe gingen we met elkaar om, de gespreksleider, de methode, etc. Evaluatie van de inhoud van ethiek support, dan verandert het thema natuurlijk, want dan kijken we van wat hebben we nu geleerd van de inhoud van waar de morele kwestie, zeg maar, waar we over gereflecteerd hebben. Een andere vorm van onderzoek, ook wat steeds meer ontwikkeld wordt, van hoe kunnen we nou, als we de morele reflectie of de dialoogsessies zien, wat is dan een goede, kwalitatief goede morele reflectie? Of wat is een kwalitatief goede deliberatie, of discussie, of argumentatie? Of daar kun je allerlei natuurlijk concretiseringen van maken. Dus we hebben ook onderzoek gedaan, in dit geval zijn we er zelf bij betrokken geweest, bij hoe kun je en wat vind je eigenlijk een goede deliberatie? En als je dat vindt, hoe breng je dat dan in kaart? Kun je dat, dat hebben we gedaan met video-observaties van verschillende soorten moreel beraden. Kun je dan kijken of je vindt dat er wel of minder of meer argumenten worden uitgewisseld, et cetera. En dan de belangrijkste en grootste categorie, en vind ik een belangrijke, ervaren en geobserveerde veranderingen na de morele reflectie. Dus dan zie je voorbeelden als van zowel deelnemers, dat bedoel ik met ervaren veranderingen, dus dat deelnemers zeggen, ik heb echt het idee dat de kwaliteit van zorg nu beter wordt, of de kwaliteit voor deze patiënt, of afhankelijk van welk werk je hebt, de kwaliteit van mijn werk. En geobserveerde veranderingen zijn dat betekent dat het geobserveerd werd. Dus dat je moet proberen te observeren van, los van wat mensen zelf zeggen, zie je ook veranderingen rondom bijvoorbeeld verbetering van kwaliteit van zorg. Nou, je ziet daar ook andere thema's staan. Verbetering van besluitvorming of besluitvormingsprocessen, team, samenwerking, morele competentie en zelfzorg van de professional. Morele competentie is natuurlijk een groot begrip, maar dat gaat voor een deel over in hoeverre de professional morele vragen herkent, daarmee om weet te gaan en daar zelf ook mee als in een goede relatie kan staan met de morele afwegingen die hij of zij maakt. En dat ook zichzelf kunnen verantwoorden voor morele beslissingen. Dat is een groot begrip. Kortom, dit is een beetje de menukaart als het gaat om evaluatieonderzoek van morele reflectie. Ik heb ook wel evaluatieonderzoek gedaan naar trainingen van gespreksleiders, maar dat is weer een ander soort evaluatie. En die heb ik vandaag niet meegenomen. Nou, die speciale rol. Ik denk dat het heel belangrijk is dat evaluatie wordt vaak weggezet als wetenschap. Daarom heb ik hier steeds onderzoek tussen haakjes staan. Want evaluatie aan zich, evaluatieonderzoek in zichzelf kan een vak zijn. Hè? Onderzoekers, wetenschappelijk onderzoekers. En dat is interessant als vak. Maar voor de praktijk vind ik evaluatie of evaluatieonderzoek erg belangrijk voor de implementatie van de morele reflectie waar we mee bezig zijn. En voor het begeleiden daarvan. Als je niet evalueert wat mensen van je dialoogsessies vinden, dan weet je ook niet of je moet bijsturen in zowel de dialoogsessies zelf, of hoe je ze organiseert, of hoe je ze begeleidt, of hoe je de uitkomsten genereert. Dus het is erg belangrijk om in het proces van reflectie ook af en toe stil te staan bij wat deelnemers en de organisatie van die reflectie vinden. Ik heb het al eerder kort genoemd, evaluatie is ook een manier om te zorgen dat de deelnemers aan morele reflectie eigenaar worden. Als ik aan deelnemers in de groep vraag, wij zijn hier bij elkaar voor een morele reflectie. Wat is jullie doel? Wat zijn gewenste uitkomsten? Hoe wil je over 2 uur deze ruimte, of over 3 dagen, hoe wil je die ruimte verlaten? Wat is belangrijk voor jullie? Dus dat zijn evaluatiecriteria, zou je kunnen zeggen, die je dan vraagt. Daarmee creëer je ook eigenaarschap voor de deelnemers. Je geeft ze actief een stem over wat zij ook na het morele reflectie willen bereiken.
Dus voor mij is bij implementatie en ook het doen gewoon van morele reflectie het cruciaal, eigenlijk noodzakelijk, om steeds te vragen: wat willen jullie hiermee bereiken? Anders kan ik jullie morele reflectie niet goed begeleiden. Tot slot, de systematische evaluatie, ook van de inhoud en de uitkomsten van morele reflectie, kan dus resulteren in, zoals genoemd, beleid, richtlijnen of morele kompassen. Of ethiek support tools. Je ziet dus dat moreel beraad dan een doel is, namelijk om te reflecteren, om het goede gesprek met elkaar te hebben, om rust te vinden, om je zorgen te delen, maar ook een middel kan zijn om tot verbetering na de praktijk te komen. En daar kan natuurlijk een spanning soms tussen zitten. Daar kom ik op het laatst nog op terug, dat een doel van moreel beraad niet moet zorgen dat het moreel beraad zelf geïnstrumentaliseerd wordt. Hè? We zijn hier alleen maar bijeen om dat en dat te bereiken na het moreel beraad, dan raak je uit contact. Hè? Dus het is beide belangrijk. Het moreel beraad als doel of de morele reflectie, kunt u ook zeggen. Maar ook, denk ik, het middel om van wat willen we daar dan mee doen. En dat middel bepaalt dus voor een deel de deelnemers. Hè? Dat bepaal ik niet als onderzoeker of als ethicus of als trainer. Er is een soort parallel dan als je kijkt naar zoals je moreel beraad of Socratische dialogen kent. Daarin ga je eigenlijk mensen begeleiden in het beantwoorden van de morele vragen over wat zij goed vinden, waarom en hoe ze erover denken. Evaluatieonderzoek is ook een dialoog. Namelijk een dialoog met de praktijk over wat zijn goede uitkomsten voor jullie. En als we dat hebben vastgesteld, is dat over een half jaar nog zo? Moeten we ze aanpassen? Je hoort al dat dat een hele actieve manier is van het actief inzetten, niet alleen van moreel beraad, maar ook het adresseren van de deelnemers van wat willen jullie ermee? En bereiken we er voldoende mee? Dus ik zie evaluatieonderzoek ook als een dialoog met de organisatie, met het team, met de individuen die daaraan deelnemen. Vandaar die parallel evaluatieonderzoek, of responsieve evaluatie noemen we dat, is ook iets wat we samen met elkaar vormgeven. Ik niet alleen als onderzoeker of ethicus. Goed. Dan het voorbeeld wat ik al had aangekondigd. Enerzijds is moreel beraad een doel en leer je daarvan. Anderzijds hoop je eigenlijk het inzichten van moreel beraad voor later te materialiseren, noem ik wel eens. Hè? Dus op een manier vast te houden of verder te brengen. En dat noem ik hier ethiek support tools of moreel kompas. Ik ga wat voorbeelden geven. Maar dat is eigenlijk op basis van reflecties over een vaststaand thema, zou je dus bijvoorbeeld de thema's, de zorgen, de argumenten, de oplossingen, de antwoorden, zo je wilt, zou je kunnen verwerken in een soort van tool die later dan om dat thema, want dat thema komt vast weer terug, handvaten biedt om met die reflectie om te gaan. Let wel, om met die reflectie om te gaan. Dus ethiek support tools bedoel ik niet met flowcharts of afvinkschema's, dat ik weet, als ik dit en dat gedaan heb in dat ethiek support tool of in die morele kompas, dan weet ik wat het moreel juist is. Of dan heb ik het gevinkt en dan is het gerechtvaardigd, want ik heb dit kompas gebruikt. Nee, het blijft nog actief onderzoeken. Maar je kunt wel gebruik maken van de inzichten en de vragen en de twijfels uit de moreel beraden die al plaatsvonden over dat thema. Goed, wat voorbeelden. We hebben destijds Socratische dialogen gevoerd. In het VUMC was dat met leidinggevende bestuurders over wat verstaan we met elkaar onder goed aanspreken. Dat was geen skills training, dat was ook niet een assertiviteitstraining. Dat waren Socratische dialogen over wat is eigenlijk aanspreken, wat is goed aanspreken. Daar kwamen hele mooie resultaten uit, in de zin van mooie concepties en verschillen van inzicht over wat goed aanspreken is. En die hebben we op een placemat gezet, waarin we al die elementen en antwoorden, maar ook meningsverschillen over wat goed aanspreken is, naar voren kwamen. Dus bij een volgende keer, als iemand dan iemand wilde aanspreken, kon u de placemat gebruiken voor, hey, wat vind ik nou eigenlijk hier goed aanspreken als ik mijn collega, mijn medewerker, mijn leidinggevende wil gaan aanspreken. Nou, dat is een voorbeeld van de tool. Wilsbekwaamheidswijze voor hulpverleners bij jonge transgenders. Dus het was een tool op basis van onderzoek, interviews, literatuur en moreel beraden over wat hulpverleners in de transgenderzorg soms als een morele vraagstuk ervaren. Namelijk, hoe kunnen soms erg jonge personen al nadenken en besluiten nemen over een behandelingstraject die vergaande gevolgen heeft. Wat is dan goede wilsbekwaamheid? En ook al weet je wat wilsbekwaamheid is, of niet is, of sorry, ook al weet je als iemand wilsbekwaam is of niet wilsbekwaam is, hoe kan ik dan toch stem geven aan zo'n persoon?
Dat is de wilsbekwaamheidswijzer. Diversiteitskompas, dat gaat over diversiteit en inclusie in organisaties. Hoe zorgen we als organisatie, dus dit gaat niet over organisatieniveau, niet hulpverlening. Organisatieniveau, hoe zorgen wij ervoor dat wij een inclusieve, diverse organisatie zijn? Maar ook hoe kunnen we de reflectie daarover stimuleren, de dialogen? En tot slot een vertrouwelijkheid. Het zijn maar een paar voorbeelden. Vertrouwelijkheidswijzer voor gespreksleider Bereikbaarheid. Dus dat is meer voor de mensen die die dialogen begeleiden. En die soms vragen tegenkomen over van, als in een moreel beraad een illegale activiteit wordt gemeld, wat is dan mijn verantwoordelijkheid als gespreksleider moreel beraad? Wat moet ik daarmee doen? Moet ik daar wat mee doen? Wanneer? Wanneer is te vroeg, te laat? Nou, daar hebben we aan de hand van moreel beraden opnieuw, focusgroepen, literatuur, interviews, hebben we een vertrouwelijkheidswijze gemaakt om daarover na te denken. Hier visueel zien jullie wat voorbeelden. Ik noemde al eerder, geloof ik, het beddenoverleg. Wat is nou een rechtvaardige beddenverdeling? Hier zie je zo, dit is maar een voorbeeld van de tool, ik ga niet op de inhoud in, maar hier zie je dat waarden uit die moreel beraden en uit het onderzoek en uit de gesprekken en interviews, hebben we waarden verzameld over wat een goede beddenverdeling is. Veel ging het over wat rechtvaardige beddenverdeling is. En wat een goed beddenoverleg is, dus hoe we met elkaar dat bepalen. Nou, dit zijn wat voorbeelden. U kunt ze nog eens nalezen misschien, maar dit is een voorbeeld van de tool. En daar hoort natuurlijk een instructie bij om die waarden dan bij toekomstige dilemma's over beddenverdeling te gebruiken. Een ander voorbeeld, ik noem hem al de wilsbekwaamheidswijzer. Alleen de voorkant laat ik even zien. Dit is een interactieve pdf, op basis van onderzoek dus gemaakt. Onderzoek naar de moreel beraden over wilsbekwaamheid en ook over literatuur. En daaraan zie je dat deelnemers, gebruikers van deze tool, iets kunnen zeggen over wat is nou eigenlijk wilsbekwaamheid, informatie verhelderen, wat zijn mijn vragen en twijfels precies, wat is de handvat voor het gesprek daarover met bijvoorbeeld de jonge transgender en hoe kan ik een afweging maken. Nou, dat zijn verschillende menu's die je kan doorlopen. En tot slot ook even visueel, het vertrouwelijkheidswijze moreel beraad. Hoe ga ik om met vertrouwelijkheid in moreel beraad en wanneer moet ik dat eventueel of mag ik dat doorbreken? En als ik het mag doorbreken, wat is dan de goede manier van vertrouwelijkheid doorbreken? Genoeg morele vragen. Hier ziet u een menukaart. Goed, ik laat dit zien om twee redenen. Ten eerste laat ik dit zien omdat deze tools uit evaluatie komen van thema's die steeds terugkomen. Dus zo zie je dat je evaluatieonderzoek kan gebruiken om iets opnieuw praktisch te maken, om het materialiseren van de inzichten. En ik laat het ook zien omdat op deze manier je de inzichten zeg maar, kan gebruiken voor praktijkverbeteringen. Of dat dan gebruikt wordt en hoe dan zo'n tool weer bijdraagt aan praktijkverbeteringen, is een nieuwe vraag. Maar daarom laat ik deze voorbeelden zien van tools die enerzijds een voorbeeld zijn van evaluatieonderzoek, van de inhoud van de thematieken, en anderzijds een voorbeeld is van het materialiseren van de inzichten. Nu laat ik nu zien over evaluatieonderzoek wat de afgelopen jaar, 10 jaar, 15 jaar heeft plaatsgevonden. En ik haal er natuurlijk wat uit. Ik had veel meer kunnen vertellen en er zijn allerlei reviews over overzichten, maar ik laat enkele voorbeelden eruit. Ik begin met wat beschrijvend onderzoek, evaluatieonderzoek, en ik eindig met wat impactonderzoek. En dan tussendoor zal ik 3 kleine reflectieve intermezzo's hebben met jullie. Dit was een onderzoek, afgerond inmiddels, promotieonderzoek al in 2014 door Linda Douwersen. Die is gepromoveerd met een subsidie van VWS. Die wilde graag weten wat voor soort ethiek supporten nou in de organisaties waren. Promotie 2014, dus let wel, dit onderzoek vond plaats toen in 2010, 2012. En misschien nog wel daarvoor, moet ik even mijn geheugen opfrissen. Maar dat was een descriptief onderzoek en we wilden weten of de directies, maar ook ethici van gezondheidszorginstellingen, wat voor soort ethiek supporten plaatsvond in al die zorginstellingen. Dus het is niet alleen de somatiek, maar ook de psyche en de verstandelijke gehandicapten, et cetera. En of ze behoefte hadden aan meer morele reflectie of ethiek support. Kort gezegd was de vraag, dit is maar een selectie, ik laat maar een paar dingen zien. Is klinische ethiek support wenselijk? Ik noem het klinisch even, omdat ik begrijp dat lang niet iedereen van jullie in de kliniek werkt. Maar daarom even, dit is even weer het gezondheidszorgdomein. En daar zie je dat de directie zeggen, nou 68% zei ja, het is echt wenselijk dat we aan morele reflectie of ethiek support gaan doen. En om verschillende redenen. En 32% van deze bestuurders, zeg maar, hè, die zei van nee, dat is niet wenselijk.
Daar waren dan weer bepaalde redenen voor. Daar kun je heel lang over in discussie gaan. Maar een paar van die redenen waren bijvoorbeeld: ik wil niet nog een bureaucratische structuur naast al de kwaliteitsmonitoring die ik moet doen. Ik wil niet nog een soort structuur opbouwen van morele reflecties. Maar het merendeel, 2/3, zei ja, dat is echt wel van belangrijk om apart ook over ethische kwesties via morele reflectie te hebben. Hier nog een Engelstalig slide, maar dia dus. We hebben gekeken naar in hoeverre de ethiekcommissies, het moreel beraad, moral case deliberation, en de consultant, hè, als expert, in hoeverre die op dat moment aanwezig waren. Nogmaals, ik gok dat dit 2010, 2011 is. En daar zie je dat in veel domeinen, hè, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld, dat daar commissies ethiek wel waren. En dat met name in de, dat zie je ook bij de ziekenhuizen, je ziet eigenlijk dat moreel beraad, de gele staafdiagram, dat die op veel vlakken voor 1/3 tot bijna 2/3 aanwezig was. En je ziet de consultant veel minder. Dat is interessant, want in Amerika, waar al nog langer zeg maar, aan morele reflectie hoe dat georganiseerd is, daar zijn heel veel consultants juist, hè, die als consultant optreden. Goed, het is maar een impressie van wat het toen was.